Ja, en twee keer commentaar van een paar omwonenden nadat er mest was bezorgd, dat was gehaald. Ja. Ja, en het is toch blijven tuinieren. De ene keer het seizoen doen de plantjes het heel goed, en de andere keer... Meneer Gerritsen, u bent hier op bezoek bij de voedselbank. Hoe staat de gemeente Almelo daar tegenover? Nou, buitengewoon positief natuurlijk. Ik maak periodiek een rondje door de stad om kennis te maken met allerlei sociale projecten in onze mooie gemeente. En de Voedselbank Almelo is daar een hele belangrijke in. Waarin heb ik vanmiddag ook hier weer kunnen horen. Wekelijks 600 mensen, jong en oud in de stad, eten krijgen via de Voedselbank. Daar staan we uiteraard ook als gemeente heel positief tegenover dat er is. Dat is een heel goed project. Maar tegelijkertijd realiseer je ook als je het ziet en als je er bent en als je erover praat met de vrijwilligers hier, dat het vreselijk is dat het nodig is. Maar als je hier ziet hoe op een hele professionele manier door vrijwilligers gewerkt wordt aan voedselveiligheid, voedselkwaliteit, maar ook aan het begeleiden van mensen die leunen op de hulp van de voedselbank, dan kun je alleen maar je petje vooraf nemen. Dat is echt heel erg goed. Als we hier om ons heen kijken in deze nog steeds mooie Egbertuskerk, hebben ze een goed onderdak. Nu heeft de gemeente, die heeft volgens mij nog nooit financieel hier bijgedragen. Gaat dat in de toekomst veranderen? Nou, er ligt momenteel een aanvraag van de voedselbank bij de gemeente om een bijdrage vanuit een aantal sociale middelen die we bij de gemeente hebben. Ik weet niet wat het verloop van die aanvraag gaat worden. De voorziening die geboden wordt op deze manier maakt deel uit van een breder pakket wat er in Almelo aan sociale instellingen, initiatieven en voorzieningen voorhanden is. In sommige participeert de gemeente, in sommige niet. Je kunt niet overal ja tegen zeggen, maar we zeggen ook nadrukkelijk niet overal nee tegen. Maar we proberen als gemeentebestuur wel een evenwichtige ondersteuning te geven aan al die initiatieven die we in de stad hebben. Nou, dat is een keurig politiek antwoord. Nou ja, kijk, ik sta hier natuurlijk niet om hier te zeggen van nou, we komen het even financieel overnemen. Dit is een vrijwilligersproject dat onder een landelijke koepel van Voedselbank Nederland uitstekend ondersteund wordt. En vaak werkt het op die manier ook beter dan dat je dat vanuit overheidswegen gaat verstrekken. Ik denk dat de rol van de overheid vooral gericht is op het voorkomen van situaties waarbij mensen in armoede terecht kunnen komen.